Stevie, laat die oscillatia's zijn wel awesome. Altaria is geweldig, we willen meer draken zien. Jongens, ik heb hier een Elite Trainer box. Zijn jullie nou tevreden? Kom nou. Meer dragons, let's do this. Goedemiddag allemaal en welkom dus bij nog een extra unboxing van Dragon Magister. Namelijk de Elite Trainer box die we daarvan gaan doen. Hierbij... God, wat gezellig. Ja, laat die als ik kan ze nog steeds niet uit elkaar halen. Maar dat maakt niet uit, want de ene is altijd te laat. De andere is altijd de Jos. Dus, ik weet ook niet wat ik zeg. Jongens, we gaan gewoon eventjes hier mooie plastic eruit kunnen halen. Gezondheid. Zit nog steeds live in de winkel. Life is life. Padapapapap, live. Maar ga niet het spellen, want dan wordt Brok weer helemaal emotioneel. We willen jullie er even aan attenderen tot dit live is. L-I-V-E. Zeg niet steeds die naam. We hebben in ieder geval ons mooie boekje weer. Met Altaria. En ik heb gehoord dat... kunnen jullie het zien? Ja, hier. Deze die is heel veel waard. Dat is echt gewoon de golden treasure ondertussen. Al denk ik eigenlijk ook wel, wat is een Swift Rap? Een Dragon Talon en een Fiery Flint. Flintstones, meet the Flintstones. Ze zitten in deze set. Ik heb geen idee waarom dat ik dat quote. Don't quote me on the quote, dank je. We hebben hier natuurlijk ook nog wel eventjes een leuke poster, als ik hem fatsoenlijk los kan krijgen. Of armband, dat kan natuurlijk ook. Je kunt hem ook gebruiken als armband. Multifunctioneel. Ik ga hem heel voorzichtig proberen, jongens. Speciaal voor jullie, want volgens mij zit Requeque er ook wel bij. Alweer een Requeque? Alweer een Requeque. Wat ik eigenlijk wel grappig vind, is dat ze Charizard hierbij hebben gegooid. Ik bedoel, Charizard is nog steeds geen Dragon-type. Nou ja, in ieder geval, ik zie dus geen Requeque, want ja, dat is Celestial Storms. Maar zeker heel erg mooi. Nou, zoals jullie weten, bij de Elite Trainer Box hebben wij een doos waar je al je kaarten natuurlijk in kan. Karton, ja, ik zou zeggen, hier heb je echt weinig aan, dus niet dat weg. Dus een hele leuke codekaart, zodat je online natuurlijk ook nog eens een keertje de leuke sleeves kan vinden. Want ja, dus, deze komen natuurlijk met hele leuke sleeves. Yay! Al heb ik echt... Nee, er zitten hier geen Eevee, waren het maar sleeves. Ik zit eigenlijk heel erg te kijken, maar ik heb geen flauw idee welke Pokémon dat het is. Erg voor mij, hè. Ik ben geen Dragon-type trainer, ik ben een Eevee trainer. Dus deze. Er staat ook op de voorkant van de Dragon Majestic. Dat is die Ismenka. Ja, dat is een Poplio. Dit is een Poplio, jongens. Houd maar op een Poplio. Zie je toch niet? Hier zit ook nog eens een keer een promokaart in. Deze Elite Trainer box heeft ook nog eens een keer een promokaart. Namelijk de Nagandel. Frikandel. Hè? Ik denk het wel. Waarschijnlijk wel. De sleeves zijn dus Nagandel. Sleevies! Put it in your sleevies! Ik zal hem heel even voorzichtig proberen open te maken zonder de kaarten te beschadigen natuurlijk. Want kaarten die zijn natuurlijk altijd hartstikke leuk. Vooral als je een GX hebt, wil je daar zo voorzichtig mogelijk mee omdoen. Zeker als het Eevees zijn, zijn het geen Eevees. Lekker belangrijk. Maar heel even in beeld. Kunnen jullie heel even... Wow, zo, hoi, zagen jullie dat? Mij beledigen. Hij glipt zomaar in één keer uit mijn handen. Oké, blijf. Ja, discard zou ik ook doen, maar even kijken. Beast Raid, 20 keer. This attack does 20 for each of your Ultra Beats in play. Jet Needle, this attack damage isn't affected by weakness or resistance. Stinger, both players shuffle their prize cards into their decks. Then each player puts the top 3 cards of their deck face down as their prize cards. Ofwel, dan heb je denk ik maar 3 prijzen in plaats van 6. Spannend. Of iemand is bijna aan het winnen en heeft nog maar 1 prijskaart in gebruikt die aanval dan heeft hij. Best wel gemeen eigenlijk. Heel gemene kaart. Ja, nou, hij is gemeen. Hij gebruikt die kaart. Hij zal dat zo doen. In ieder geval natuurlijk ook weer de energies. 45 stuks als ik het niet verkeerd zo uit het hoofd. Sleeve? Nee, energies. Geen sleeve. Sleeves hebben we al gehad. Nee. Natuurlijk de deck dividers, als je het in de doos natuurlijk wil stoppen. Hartstikke leuk als je alles een beetje apart wil gaan houden. Zit er ook bij. Ook met die frikandel. CX counter en de poison. Deze heeft weer dat mooie vurige. Ik weet niet, ik vind het vurig best echt heel erg mooi. En de dice. De dice. Spicy dice. Ik hoor iets pittigs, dus dan gooi je er maar. Ik weet niet, ik weet...
Ik vond die groene, die vond ik echt heel erg mooi. Deze vind ik een beetje... Bleh. Komt die weer op. Het thema van de winkel vandaag in de René-kaart is bleh. Alles is bleh. Dankzij die shuppet, bleh. Bleh. Oh, dat stereotrainer zie ik, bleh. Wat heeft hij nou weer gedaan? Echt, dat kan gewoon niet. Maar goed, het allerbelangrijkste waarvoor dat jullie natuurlijk op deze video hebben geklikt, tenminste daar ga ik van uit, is door het openen van een blikje. Wat heel erg natuurlijk leuk is, want daar zitten jullie allemaal op te wachten. Nee, wij hebben hier 2, 4, 6, 8, 10 pakjes in plaats van de gewone doorsnee 8. Nee, het zijn er 10. Het zijn er echt 10. Ja, normaal gesproken bij een Elite heb je er 8, nu hebben we er 10. René die dacht bij zijn eigen van ik ga deze doos geven, heeft hij meer werk. Weet je wel zoiets. Dus dan heeft hij wel een andere doos. Komt weer aan met de boosterbox hoor. René, hij doet het weer. Nou, in ieder geval in de vorige video of in de andere video, ik weet niet of jullie het door hebben gehad, maar er zitten Magikarps hierin. Erg, hè? Dus we krijgen heel erg veel Magikarp references, waarschijnlijk. Waterenergie, Seedra, Combusken, Salazzle, Magikarp! Als je het erover hebt, ik zag hem al. Jawel! Yangmo, oh. Litten, Swablu, Trapinch, Reversed Hollow, Well, a volcano park is reversed hollow with a king draw full our heart. Oh, la di ya di do. Yippie. Yay. René komt hier heel dichtbij me staan, ik maak me zorgen. Weet niet. Ik ben een beetje nerveus nou. Een mooie kaart, hè? Dat is een goede pol. Ja. Help. Ik ben er al high. René is hartstikke aardig. Ik zeg eerst, wil je de winkel ook een keertje bezoeken? De link staat in de beschrijving natuurlijk, adres en alles, dus gezellig. Dat was gewoon een prima plein drinkje. Nou, gelijk een goeie. Gaan we voor een dubbel. Ik vind gelijk voor een dubbelpot. Ik bedoel, we hebben 10 pakjes. Ik vind het wel gaaf eigenlijk hoe dat er dus in deze, want het is een beetje weer zo'n promo set, net zoals dat je Generations hebt gehad. En Generations, ja, iedereen die weet eigenlijk. Ik spam jullie helemaal dood met Generations, omdat dat de beste set ooit was, naar mijn mening. Maar tot er dan 2 extra pakjes in zitten, tot er ook echt een frikandel, een nagandel erbij zit. Ja, ik zeg gewoon frikandel, ik bedoel serieus. Hè? Nagandel, frikandel. Ik wil liever een frikandel als hij van een breukje hoor. Ja, dat snap ik ook wel. Dat glipte net al uit mijn handen, serieus. Ja, wij gaan gewoon gelijk 4 kaarten erbij, hoppakee. Waarom staat René nou op mijn vingers te kijken? Dat vind ik eng. Waterenergie. We hebben een Quagsire, we hebben een Zygarde, we hebben een Zinnia, we hebben een Bagon. We hebben een Horsey, Dratini, Vibrava, Magikarp 2.0, Reverse Hollow Corsola, Double Pull. Nou, hoppakee. Nee, blijf er even bij staan, ik serieus, je moet niet weg. Ja, nee, helaas. We hebben een Double Pull, je staat erbij. We gaan gelijk voor een Triple Pull. Hoe lang dat hij nog de tijd heeft, ik weet het niet. We moeten doorgaan. We zullen doorgaan, als water uit de kraan. Ik zal doorgaan. Ik zal netjes eventjes ook de papiertjes hier even netjes zo neerleggen. Nee hoor, dat was hij. Daar kon ik niks aan doen. Ik zou niet durven. We hebben psychic energy. We hebben een Shelgon. We hebben een Drampa. We hebben een Turtonator. We hebben een Vibrava. Magikarp! Nou ja zeg, echt, je trekt Magikarps aan. Ik zeg, serieus, visvijvertje hier jongens. Yangmo, oh. Litten. Swablu, Reversed Hollow Dragonair Triple! Nou, nah, dat is geen triple. Dat is niet een triple. Waardeloos. Waardeloos, ja. Is dat jouw winkel? Ja, nou ga maar weer weg. Nee, het is niet meer boeiend. Hup. Mooi. Ja, jullie zien dat niet even, want er is geen facecam. Maar ik heb heel stiekem nou de verpakking toch stiekem op de grond gegooid. Oké. Okay. Ik heb alles tot nu toe nog zelf opgeruimd. Ja, dan breng je me op ideeën. Dan kan ik jou de schuld geven, het was zijn idee. Gooi jij nou zomaar naar mij toe? René!
Ze gooit mijn propjes. Hi. Sorry. Ik keek de verkeerde kant op. Ik ontken alles en daar een heleboel van. Ik was het niet. Waarom staat hier een video? Er is geen video, er is geen bewijsmateriaal. Delete, knik. Fighting Energy, Charmeleon, Drempa, Dragonair, Swablu, Slendit, Charmander, Wishy-Washy, Totodile, Reverse Holo, Heatmore, that's all folks, hier, hoppakee. Een Holo Rare Gyarados. Well, if you're hunting for your Gyarados, I just found it. Wat is dit, een Commotion? Oh god, een Gyarados met een Commotion, dat gaat een probleem worden. Gyarados met de Commotion. If this Pokémon is your active Pokémon and is damaged by an opponent's attack, the Commotion. Put two damage counters on each of your bench Pokémon. Dat is een beetje... Dus als hij damage krijgt, krijgen al jouw Pokémon op de bench. Gyarados is een drama queen geworden ondertussen een beetje. Mimee, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar... Your Gyarados is in another castle. Die maakt er een hele commotie van. Ik kan er niks aan doen. Ik heb geen idee. Iets met wavende armen en iets met playbacken wat ik net niet goed kon zien. No points for style. Hoppa. Denied. Kun je editor heel veel weggeven? Oh, ga je gang. We knippen het er gewoon uit. Zo makkelijk. Staal energie. iPhone. Dragonair. Combusken. Wishy-washy. Totodile, Bagon, Horsey, Pratini, Reverse Holo Croconaw, en een... Shekel. Ja, Shekel. Hoe zei je? Hey, taalgebruik. Wat zei je? Ah, dat kan nog, dat mag nog. En anders zeg je gewoon Kabuto, Ursaring en Tengela. Ja. Nou. Jongens, serieus. Ik weet het niet meer. Laten we het eventjes over de fairies en de fairies en de dragons. Laten we het daar maar over gaan hebben. Fairy energie. Ik vind het eigenlijk niet kunnen in een dragon. Maar goed. Vela Volcano Park. Lepros. Digimon. Kangaskhan. Ik maak hier nou zoveel mensen bij volgens. Oh jee. Litten. Horsey. Torchic. Wooper. Reverse Holo. Wacht eventjes. Hebben we nou een dubbel Bella? We hebben een dubbel Bella Volcano Park. Wees het eigenlijk hoe ze. Whenever a player flips a coin for a special condition burned between turns, that special condition isn't removed even if the result is heads. Je krijgt alleen maar damage, maar de burn blijft geburnt. Dat is wel heel erg gemeen. En een Holo Rare Combo. Oh. 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 Oh? Oh. Nee, kom maar. Oh. 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 Ik vind het wel grappig hier ondertussen zo naast mij. Ik weet niet, ja, dat laat ik dadelijk wel heel eventjes zien. Maar ik heb hier dus twee plusjes. Die zitten heel erg aandachtelijk te kijken. En een ander is, ik ben er al klaar mee. Kijk toch echt weg, weet je wel. Geen zin meer in. Een onzin, echt serieus. Is het toch geen nieuwe zin? Heeft geen nut. Ja, het lukt hartstikke goed. Ah, Stim! Timmy! Weg verder. Sorry, Tim komt binnen. Dus hartstikke gezellig. Waterenergie. Quagsire. Hi. Weer een Wellen van Kenenbach. Charmeleon. Torchic. Wooper. Swablu. Salandit. Charmander. En hier hebben we Lance weer. Sir Lancelot. Plof. Ah, en een Holo Rare Charizard. Hallo! Charizard! Pat! Slap, slap, un tickle! Oh, de pijn! De pijn om hier te zijn! Wacht even, dat klinkt weer keer. Nee, het is hier fijn om te zijn, het is hier geen pijn. Goed! Darkness energie! Combusken! Turtonator! Fiery Flint, Swablu, dit is een neppe Magikarp,
Darumanka. Hakamo. Oh. Dratini. Geweldige energie. Sparkle, sparkle, sparkle. Neem eventjes een moment om te kijken naar deze sparkle, sparkle, sparkle energie. Sparkle, die sparkle. Oh jongens. Oh mijn god. Oh mijn hemel. René. Jij gaat dit geweldig vinden. Oké. Oké. Okay. Ah ja, nou, ze hebben nog absoluut niet door wat er gepoeld is. Ja, ik ben er niet. 1 op 1000 hoorde ik. 1 op 1000 pakjes heeft deze kaart. Wauw. Bleh. Hebben we eindelijk je plicht gedaan. Yeah. That's it, einde van de video. Ik ben er klaar mee. Ik neem echt meer enthousiasme had wel gemogen. Ik zal maar gelijk sleeven eventjes, jongens, want... Sleeving. Holy snijkvogels. Het is tijd voor een sleevie. Nou, dit had ik niet verwacht. Wie wel? Nee, andersom. Nee, wel zo. Dit, ja, zo. René had het toevallig over deze kaart toen ik binnenkwam in de winkel. En hij zei al hoe zeldzaam dat de kaart was en hoe hoog dat de prijs op het moment van deze kaart lag. En ik had dit echt niet verwacht. Holy Ultra Necrozma GX. Wat? Neem jij nou zomaar het pakje mee? Oh, dat is een leeg pakje. Denk al. Kom je nou aan met een leeg pakje? Je hebt wel zomaar gewoon... Zomaar. Wauw. Oké, ik weet dat mijn freakouts leuker zijn bij een Glaceon of een Leafeon of GX of wat voor evolutie dan ook, maar... Wow. Er is geen druk veel aandacht. Die is druk bezig en kan het begrijpen. Die heeft echt zoiets van, dit is wat je wil, laat ik het zo zeggen. Hij snel voor mij. Wees mijn klant. Ja. De klant is keuning, behalve als er een gouden fucking schout. Wij gaan gewoon verder. Misschien pakken we er een tweede uit, weet ik veel. Waarom niet? Spannende muziek is nog niet eens meer nodig. We hebben nog 2 pakjes, maar screw de spannende muziek. Ik serieus, spannende muziek? Nee man, nergens voor nodig. Jongens, jongens, jongens zeg. Echt serieus, we kunnen dit niet meer overtreffen. Het is echt gewoon praktisch het einde van de video. Hier, lightning energie, de Meranium. Dat maakt toch eigenlijk helemaal niks meer uit. Hakamo, Hydratini, Kangaskhan, Litten, Horsey, Reverse Holocomo, hoppakee, White Kyogre, GX. Het overtreft die golden niet meer. We hebben weer een GX, maar dit overtreft we niet meer. Hij is alles over zo. Echt, wat de actuele neushaar. Scrap that, maar... zit wel snor. Laatste pakje, jongens. Nee, editor, ik wil geen spannende muziek meer. Hoor, het is niet meer nodig. Gooi hier iets vrolijks in. Alles behalve dat, dankjewel. Ja, je hoeft het nummer nog niet eens meer erin te editen, want ik ken mezelf. Ik bedoel jou, ik ben... Ruzie met mijn editor, altijd gewoon. Jongens, echt spannende muziek. Ik weet niet. Gaan we gewoon nog afsluiten met... Ik weet het gewoon echt niet meer. Geen nou een Psychic Energy, Hitmore, Seedra, Dragon Dratini, Horsey, Jungmo, Magikarp! Tuurlijk hoort hij er nog bij. Corsola, Reverse Holo Slazzle en nog een Blaine Last Stand die ook nog hartstikke leuk is. Het is geen Jax, maar jongens, dit overtreffen we gewoon helemaal niet meer. Ik bedoel echt serieus. René had het er hier echt nog over en ik zeg gewoon, ja, nou jullie, ik zal heel even de camera een beetje draaien, dan kunnen jullie het even kijken. Kan ik hem zo draaien, links, rechts? Ik denk het niet. Dan kan die stang niet draaien. Nou, weet je waar, ik til het gewoon op. Kijk, ik heb hier die plusjes en kijk hier. Lurian had echt zoiets van, ik draai gewoon weg, want ik heb al genoeg geluk gegeven. Dat zit al in het pakje. Dus ja, dat verzin je gewoon niet. Ik bedoel, ik weet echt niet wat er allemaal in die pakjes zit. Ik bedoel, hoeveel hebben we hier al wel niet gehad en nou pakken we hier gewoon de grote jackpot uit. René zal echt heel blij zijn. Dat is echt serieus. In ieder geval, dit overtref ik niet. Qua deze set. Ik bedoel, dit is echt... Snap je? Dus,
over Pokémon Trading Card Game Online. Willen jullie een keertje dat ik een livestream ga doen over Pokémon Trading Card Game Online? Laat het dan zeker weten in de reacties. Kan ik namelijk ook een beetje wat meer trading codes weggeven die natuurlijk in de pakjes zitten voor Trading Card Game Online. Trading Card Game Online is namelijk gratis. Gratis, wauw. Nederlands, kun je het spreken? Een beetje nog. Door die Ultra Necrozma ben ik helemaal Australisch. Snap je? Hou de cola binnen. Dus nee, niet door de neus alsjeblieft. En wacht op de kant of niet mijn kant. U wordt bedankt. Nee, maar willen jullie inderdaad, want dan kan ik namelijk een beetje meer van die tradingcodes weggeven. Dan heb je de boosterpokjes, heb je dan namelijk ook nog eens een keertje online. En dan kun je de pakjes daarop openen en krijg je daar de kaart en kun je daar leuke decks van maken. Dus ja, trading card game online. Laat het zeker weten als jullie daar een livestream een keertje van willen zien. Dat zal zeker op prijs stellen. En ja, over deze pools. Just wow. Dit is gewoon echt een thumbnail, weet je wel, van... Daar ga ik veel editwerk aan hebben. Dan gaat groen, doep, foto, weet ik het allemaal nog meer. René's logo heeft overal nog omheen plokken. Kijk, hier René's logo, daar René's. Heel veel gezichten. Overal René's logo, waarom ook niet? Ik weet het, Ed, je haat me. Ik haat ook van jou. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Heb je het leukste momentje natuurlijk. En ja, dat van Pokémon Trading Card Game. Laat dat weten in de reacties. Laat een like achter voor de Golden Ultra Necrozma natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!